Deze aflevering van de Vrienden van Voordeeluitjes.nl zijn we afgereisd naar het gezellige Assen. En we gaan op bezoek bij de familie Hehanusa, omdat zij ontzettend vaak bij Voordeeluitjes.nl hebben geboekt. En speciaal voor hun hebben we een bosje bloemen en een leuk cadeau meegebracht. Goedendag. Hallo, ik ben Oskar van Voordeeluitjes. Ja, hallo. Hallo, mogen wij even binnenkomen? Ja, kom binnen. Is uw vrouw er ook? Ja. Hallo. Vader? Hallo. Dat is vader. Oh, ja. Deze is voor u. Ja, oh, wat leuk. Alsjeblieft, hallo, ik ben Oskar. Oskar, ja. Hallo. Nou, we zijn hier speciaal omdat u heel vaak bij Voordeeluitjes heeft geboekt. Ja, klopt. Even tussenuit. Dan gaan we meestal boeken via Voordeeltjes uit. Ja. Klopt. Leuk, en nou, speciaal daarom hebben wij een cadeautje voor jullie meegebracht. Maar voordat ik daar kom, ben ik toch wel heel benieuwd hoe komt het dat u zo vaak bij Voordeeluitjes heeft geboekt? Oh, kwaliteit-prijsverhouding, ziet er goed uit. En dan gaat u voornamelijk voor de natuur? Of, ja, even opzoeken, natuur opzoeken en ook de rust. En de rust. Ja. En de fiets ermee als het kan. Even naar de andere omgeving opzoeken. Oké. Okay. Ja, Nederland, het is nog mooi hoor. Ja. Er zijn mooie plekken. Als je maar weet waar je moet wezen. Ja, precies. Nou, goed om te horen. Bedankt dat jullie zo vaak bij ons hebben geboekt. Daarom hebben wij een klein cadeautje voor jullie meegebracht. Heel erg bedankt. Oh, dankjewel. En nou, u heeft hem nog niet gezien. De kleur zegt het al, hè? Ja. Goeie kleur. We hopen dat er nog heel veel boekingen volgen, maar deze is nog wel voor u. En bedankt. Oh, Loes. Wauw. Mag ik het openmaken? Ja, u mag het openmaken. Brabant. Zo. Wauw. Mooie Brabant. Ik had gezien dat u heel vaak ook in Brabant had geboekt. Dus, Klopt, want zoon die zit in Vught. Oké. Okay. Met haar kleindochter. Oké. Dus we gaan ook regelmatig. Dan kunt u hem bezoeken. Absoluut, ja.